laagje B, die kan je nou als etalage. Ik heb geen etalage B. Oké. En dat is gewoon Dit is de Mensenzoo. Dit is om letterlijk af te rekenen met de hokjesgeest. En psychiatrische patiënten zijn eng, psychiatrische patiënten slikken pillen, psychiatrische patiënten zijn niet te vertrouwen. Dus dat is nu de kans en de mogelijkheid om eens gewoon eens te komen kijken en in gesprek te gaan met iemand met een diagnose. Ik heb een hele mooie muts. Het is feest vandaag. Gratis entree in de Mensenzoo. Waarom staan er hier vier hokjes? Omdat er is een heel spectrum aan diagnoses natuurlijk. En het is niet voor niks de zoo. Dus we hebben allemaal soortgenoten uitgenodigd die in een dierentuin passen. Ze kunnen kijken of hun vooroordeel klopt. Vooroordelen hebben we ook nodig, want ze beschermen ons ook. Maar het is niet altijd eerlijk om mensen op een vooroordeel af te rekenen. Dus het belangrijkste is dat we met elkaar daarover blijven praten, kijken wat goed is en vraag altijd na. De domste vraag is die je niet stelt. Wij organiseren het. We hebben een werkgroep Ruimte voor Anders Zijn. Dat gaat speciaal eigenlijk ook over mensen met psychiatrische geschiedenis. En we proberen daar die wat minder uit het verdomhoekje te halen en te laten zien dat eigenlijk ook heel gewone mensen zijn. Dat is eigenlijk de opzet van ruimte voor anders zijn. Ook als je anders bent, mag er best ruimte zijn voor jou. En dat willen we hier met dit Mensenzoo eigenlijk laten zien. Dat is wat we willen. En we hebben bovendien nog Tielse Maatjes, die hoort eigenlijk bij ruimte voor anders zijn. En daarmee proberen we om aan mensen met psychiatrische geschiedenis ook een maatje te bieden die één keer in de week of één keer in de twee weken een stukje met ze optrekt. Wat zit te praten, wat gaat wandelen, koffie drinken op een terrasje. Dat soort gewone dingen. Dat ze even niet in de sfeer van de psychiatrie zitten, maar even gewoon, hey, ik heb een vriendje, een maatje. Nou, dat is eigenlijk wat we willen. Waarom zit u hier? Ik zit hier om mijn ervaringen te delen in de psychiatrie. En die ik heb gehad tijdens mijn psychose. En ik hoop zo stigma te kunnen bestrijden. Ja, hè? Nou. Hij is echt heel lekker. Ja. Heerlijk. Wat doet de mens goed? Ja, de soortgenoten worden gevoerd. De soortgenoten worden gevoerd. Ja, maar dat is nodig. Ja, anders wordt het wel gezien. Ja, dat weet je maar.